Het is vandaag vrijdag de 13e. Goeiedag, wees welkom bij een nieuwe aflevering van de Oosttribune met Tijmen van Wissing. Goeiedag. Dag Bert. En natuurlijk ook Jeroen Veldmaten. Hoe ben je hier binnengekomen, Jeroen? Ja, ik ben opgewacht. Opgewacht? Ja, leek wel een heel lege. Op een gegeven moment dacht ik wel eventjes van, waar zijn die camera's? Maar ik moest eventjes ondervraagd worden. Was je snel binnen? Ik was redelijk snel binnen, ja. Ja. Sneller dan ik. Nou, laten we eens even kijken hoe dat ging. Heeft dan natuurlijk geen pasje of geen legerpost? Wat is je naam? Ja, Jeroen Veldmaten. Ik ben Veldmaten. Mijn collega gaat het eventjes verifiëren. Dus we moeten een paar minuten. Zullen we het even door kunnen geven? Ja. Dat is een werkloze oud voetballer. Hoe Veldmaat niet? Nee. Ja, ik denk dat we hem wel een kop koffie kunnen aanbieden. Ja? Ja. Zijn jullie bekend? Ja, vaag ken ik hem wel, ja. Hij mag wel binnenkomen. Ja? Ja. Booby trap. Mag je omdraaien? Ja, zo doe je zo. Geen probleem hoor. Ja, helemaal goed. Yes? Ja, dankjewel. Ik heb er dus vanaf 20 minuten over gedaan, hè? 20 minuten? Ja. Als ze dachten dat ik een acteur was. Ja, dat denken wel meer mensen. Ze hebben hier een oefening vandaag. Nou, het leek wel een complete invasie. Want ik heb ook al 20 minuten in de regen op een parkeerplaats gestaan. Een heel epistel bij ons. Zo van, jullie hebben er totaal geen last van. Hebben we ook niet. Maar ik vind wel leuk dat ze jou hebben uitgepikt, Tijmen. Ja, poppenkast. Hè? Poppenkast. Maar toch wel goed dat ze dit oefenen. Nou ja. Ja, toch? Ik heb er nou niet echt een gevoel bij van we kunnen deze troepen ook richting Oekraïne of richting de Gaza sturen. Nee, maar ze kunnen ons wel helpen wanneer er iets aan de hand is. Daar gaat het toch om? De nationale reservisten zijn er toch? Weekendje. Ik heb geen idee, maar... Maar je moet je toch even... Dat laat ik wel over me heen komen, Tijmen. Nou, ik niet. Nee. 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 Ik denk, ik vond alleen een beetje... Ja, mijn parkeerplek was bezet. Nee, maar dat, normaal sta jij... Want ja, ik sta pal altijd mensen voor weten, de jij staat echt... Je hebt zo'n speciaal bordje, de grote Bert Verlosser. Want je bent de beste presentator, naar eigen zeggen. En die heeft een privéplek. Hoor je lopen? Dat was ook niet, hè? Nee, ik hoor je niks vreemds zeggen, Tijmen. Nee. Maar goed, dat was het enige moment even waar ik dacht van... Nou, en jij dan, Jeroen? Hoe ga je daarmee om? Ik ben ook wel van de vaste dingetjes. Ja. Dus ik dacht ook wel eventjes van... wat is het allemaal? Maar ach ja... Op een gegeven moment zag ik de kop van Tijmen. Toen dacht ik van, die komt wel goed. Ja, ja. Maar autoriteit kun je ook niet tegen? Autoritaire trainers? Jawel. Maar ik vind het ook wel fijn als eventjes naar mijn mening wordt gevraagd. Oké. Okay. Dat gaan we vandaag doen. Dat doen we. Fijn. Ja, zeker. Hey, even nog wat anders. Heracles Almelo raakt de speler kwijt. Dan speel je dus deze week een oefenwedstrijd om een beetje op peil te blijven. Nou, dan geef je wat reserves de kans om in ieder geval wat speelminuten te geven. En dan kun je ze ook aan het werk zien. En dan speelt Heracles dus in het Parkstadion, legendarische stadion in Gelsenkirchen, tegen Schalke. En Jacob van Oorschot heeft daar een dubbele beenbreuk op gelopen. Nou ja, die foto achter Jeroen zegt genoeg. Het is een heel pijnlijk beeld. Ook de gezichten, zoals de keersmaker daar. Ja, dit is gewoon zo pijnlijk voor zo'n jonge jongen die echt op de tenen loopt om bij het eerste elftal te blijven. Ja, dit is een nachtmerrie. Dit kan de einde carrière zijn, hè? Dubbele beenbreuk. Ja, dit is ambulance. Dan denk je niet een gescheurde kruisband. Nee, dus nee. Dit is echt en volgens mij ook een hele lastige blessure om terug te keren. Ja. Maar ja. Patrick Gerritsen. Ja. Ja. Nee, het zijn nooit weer echt teruggekomen. Nee, nooit meer op het oude niveau. Er zijn echt heel veel die dat heel moeilijk hebben gevonden om dan weer het oude niveau op te pikken. Ja, dat snap ik. Jacob van Oorschot vanaf deze plek. Van harte wetenschap, de speler van Heracles. Was trouwens al op een belachelijk slecht veld die wedstrijd, geloof ik. Ja, dat begreep ik ook. Een sompig veld, ja. Ja, dit soort oefenwedstrijden, wat zegt dat eigenlijk? Het is toch gewoon een beetje... Ja, voor zo'n jongen is dat wel de kans om zich te laten zien natuurlijk. Hmm. Dan zul je altijd zien dat het bij dat soort jongens gebeurt.
Ja, zelf als je basisspeler bent, zat ik er nooit echt op te wachten. Want eventjes een paar dagen rust vond ik ook wel prima. En je zult altijd zien dat er dit soort dingen gebeuren. Maar voor zo'n jongen, en dat deed hij waarschijnlijk ook, 200% je best doen. En dan gebeurt er zoiets. Ja, dat is een nachtmerrie. We gaan beginnen met de Oosttribune. Of moeten we nog praten over het Nederlands elftal? Nou ja, dat is vanavond. Dat kunnen we ook bewaren voor het einde van deze uitzending. Maar ik denk dat er zomaar eens drie Overijsselaars op het veld kunnen staan. En wie staan Wiever, er? Reinders en Weghorst. Ik denk dat ze alle drie in ieder geval minuten gaan maken. Ik denk wel dat hij voor in ieder geval twee van deze drie gaat kiezen. Weghorst en dan op het middenveld of Wiever of Reinders. Maar Reinders heeft het natuurlijk tegen Ierland uitstekend gedaan. Ja, hartstikke goed. Ja. Doet het ook goed bij AC Milan. Had je dat verwacht trouwens dat hij tot dit soort dingen in staat zou zijn? Ja, dat is zo knap hoe die jongen zich ontwikkeld heeft. Ja, het moderne middenvelder zeggen ze dan, hè? Ja, die kan het hele middenveld over. Dat is ontzettend fit. En blijkbaar kan je dan bij AC Milan ook gewoon mee. Ja, maar zijn carrière ging wel stapje voor stapje. Ja, hij zat er bij een vraag getwijfeld ben bij AZ. Vakken te vullen bij de Aldi, hè? Ja. Hij heeft al in een interview gestaan en inmiddels, want bij AZ ook, hè? Daar zat hij gewoon op de bank lange tijd. Ik vond hem altijd wel goed, hoor. Ook bij jong AZ, hoor. Zeker. Echt, daar komen we dag van. Maar dan hebben ze gewoon ook wel geduld met jongens. En bij AZ1 sta je ook natuurlijk niet zomaar in de basis. Tweebenig. Ja, echt een goede speler. Maar waarom vond je dat ten tijde toen hij speelde bij jong AZ al een goede voetballer? Hoe zie je dat in het veld? Ja. Omdat je af en toe gewoon echt erachteraan moet. We kregen gewoon geen druk op hem, bijvoorbeeld. Dan, omdat hij altijd de oplossing wel heeft. Ja, en dan speelt inderdaad, dan zit je bij jong AZ. Alleen dan heb je wel vrij snel door bij jongens. Frenkie de Jong die had dat ook in jong Ajax. Ja. Weet je, daar hebben andere spelers nu nog steeds over. Over Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Nouri. Dat ze daar tegen hebben gespeeld. Ja, daar zie je gewoon meteen van, dat komt wel goed met die jongens. Ik mocht toen vaak jong Ajax doen met Frenkie de Jong en de Ligt. Die stak gewoon het hele veld over. Waanzinnig. Ja. Ja. We gaan even nog in verbinding met die major? Of, hoezo? Je hebt zo'n oortje. Ja, jij moet je straks even. Straks heb jij iemand. Urinecontrole. Tijd van wissing, je bent uitgeloot. Best toch mooi zo? Nee, zeker, zeker. Het geeft ons in ieder geval een mooie gelegenheid om even terug te kijken op al die clubs, denk ik. Deze periode. Twente heeft ook geoefend. Gewonnen. Hele knappe cijfers. 4-1. 4-1. Koploper België. Koploper Union in Brussel. Straks daar nog iets meer over, want daar maakt een goede speler nog zo'n rentree. Jan van Staar, ik weet niet waar die is. Staat hij nog steeds op de parkeerplaats? Nee. Is hij er wel binnengekomen? Nee, Jan heeft gewoon even een weekje vrij. Maar we hadden Jeroen ook gevraagd om in ieder geval die eerste week eens onder de loep te nemen. En we hadden het daarover, jij ook gisteren, over met name het middenveld van Twente, wat zowel in de controle als ook in het druk zetten zo belangrijk is. Hè? Zie je wel met spelers. Jeroen, je zei het al, Sadilek. Ja, ik vind dat een waanzinnige speler. Niet altijd per se dat het allemaal zo opvalt. Alleen Sadilek, maar ook in de combinatie met Kjölo. En dat kan heus wel in de toekomst Eiting worden. Want dat is nu gewoon voor Twente natuurlijk ook een ontzettende luxe positie. Maar die beheersen gewoon dat hele middenveld. Ja, hier zie je dus Eiting. Weten wanneer ze druk moeten zetten. Ik moet zeggen, daar ligt ook al. Dit is dan Eiting, dus blijkbaar weet Eiting ook al inderdaad hoe het moet. Daar ligt ook wel, denk ik, de kracht van Twente, van het druk zetten. Altijd compact bij elkaar. Daar zijn Sadilek, voornamelijk Sadilek, maar ook Kjölo wel echt. Dit is wel het mooiste, hè? Dat je dat nog in de eindfase. Minuut. Ja. Want je krijgt natuurlijk weer de vraag, daar hebben wij het ook al een paar keer over gehad. En jij noemde ook het druk zetten van Twente. Soms met Daan Rots. En dan nu ook met Eiting, die er als invaller heel belangrijk in is. Ja, wie ga je eruit halen? Ja, jij. Wie zou jij eruit halen? Eigenlijk niemand. Als het goed gaat, kun je er toch niemand uithalen? Het mooie is dat je met dit elftal dus alle kanten op kan. Kijk, je kan zeggen van middenvelden voor middenvelden. Maar je kan ook nog Regeer eruit halen. Je kan met Regeer naar rechtsback gaan. Dus het is ook allemaal nog. Ja, maar Daan Rots doet het ook gewoon heel goed. Tot dusver. Ja, het is gewoon een elftal van wie je er ook inzet. Het loopt.
Ja, dan is het aan de trainer. Ja, er werd net ook al gezegd van, dit wil je toch niet, maar dit wil je juist wel, denk ik. Maar heel veel supporters van de buitenkant die zeggen van, ah, dat gaat makkelijk worden, Kjørlo eraf en Eiting erin. Maar hoe goed is Kjørlo? Ja, ik vind hem. Ik had hem laatst. Ik zat een beetje te denken van, op wie lijkt hij nu? En ik kwam het dichtst bij Johan Vogel, vroeger van PSV. Naast Van Bommel. Naast Van Bommel. Als hij niet speelde. En nou zeg ik niet dat bij Kjørlo ook het geval is. Want ik denk dat dit Twente dat natuurlijk ook wel op kan vangen. Als je daar bijvoorbeeld Eiting zet. Maar ik vind hem wel echt onzichtbaar goed, zeg maar. Hij komt niet voor niets uit de opleiding van PSV. Nee, en daar heb ik ook wel tegen hem gespeeld natuurlijk met jong PSV. Ja, toen zijn we daar ook wel een keer met 5-1 eraf gegaan. Dus dat was mijn go-ahead. Maar snap je de kritiek van de buitenwachten, van het groot publiek? Ah, haal Kjørlo er maar af. Nee, ik snap dat niet. Nee, ik snap dat niet. Want kijk, en misschien kijken zij iets anders naar voetbal dan ik. En alleen zo'n Eiting ook van, bewijs je maar in de minuten die je krijgt. En natuurlijk gaat Twente binnenkort ook wel weer een keer verliezen. En misschien is dan wel het moment om te gaan wisselen. Maar voor een trainer ook, man. Dit is toch wat je wil. Je moet elkaar naar een hoger niveau tillen. Want gevoelsmatig denk ik de laatste weken, Stijn is voetballend wat minder. Maar ja, die wil ze je natuurlijk ook niet. Want die heeft die schiet er even weer drie in. Die heeft de witte broodsweken van Oosting echt gered. Ja. Met zijn belangrijke doelpunten in Europa, in de competitie. Doelpunten haal je er niet zo snel af. Nee, en hij heeft ook wedstrijden moeten spelen omdat hij gewoon last had van zijn enkel. En van de week maakt hij er gewoon weer drie. Het is echt ook wel een hele specifieke kwaliteit van hem. Hè? Want Flap vind ik voetballend dit seizoen echt een van de betere bij Twente. Ja. Maar die heeft wel minder rendement dan Stijn. Maar wie zou jij eraf halen dan? Zie jij het goede spel van Kjørlo ook? Ja, op dit moment zou ik er ook niemand afhalen. Want dan kom je bij het volgende. Want we hadden het er even over. Want ik wilde de vier nieuwelingen eens uitlichten. De meest opvallende nieuwelingen. En dan hadden we het van de week al een klein beetje over Yuri Regeer. Ja, ik vind dat ook zo knap. Dat je je zo snel aanpast bij een nieuwe werkgever. Dan ben je zo jong. En dan speel je dus continu op verschillende posities. De laatste week is dat vaak op links. Ah, dit was misschien wel zijn beste wedstrijd. Dat was aan de linkerkant tegen Ajax. Toen heeft hij bijna 13 kilometer gelopen. Maar Tijmen, dit zegt er ook gewoon wat over Twente in zijn geheel. Ja. Want ik kan je voorspellen van, als je Regeer nu rechtsback had neergezet bij Ajax, dan herken je hem niet meer terug. Nee, dat zie je ook aan Salah Eddin en zo. En je komt in een heel lekker elftal. Ja. En dit zijn ook allemaal wel voetballers waar die goed mee overweg kan. En hier is dan dat doelpunt van Regeer. Komt wat geluk bij hem, maar dit kan hij dus ook. Hè. Dit doet vertrouwen. Maar wat is zijn beste plek dan? Rechtsback op het middenveld? Hij vindt zichzelf op het middenveld het beste. Ja, daar is het al zo druk. Kijk, en een aantal weken geleden waren ze, met name Brugging, zat toch een beetje sikkeneurig na die transferperiode van, ik had er eigenlijk nog eentje bij gewild. En dat was eigenlijk Sambo als rechtsback. Nou, is niet gelukt. Nou, we hebben Regeer hadden nog. Ze vorig jaar ook al belangstelling voor Twente. Zeker, maar toen hadden ze Regeer nog, want ze hadden ook niet verwacht dat Samsted het zo goed zou doen. Dus de verwachting is eigenlijk dat Gijs Smal, die deze week zijn eerste minuten heeft gemaakt in België. Maar ik vind het wel goed dat Brugging en Strooijer, die hebben dat aardig gedownplayed. Ze hebben best wel zich redelijk versterkt achteraf. Ja, dat klopt, maar hij baalde wel degelijk dat het niet doorging. Eentje. Dus in dat opzicht hadden ze dus voor ogen om Smal nu al als linksback te hebben en dan Regeer naar de rechterkant. Maar ik zie nu ook geen noodzaak om Samsted te wisselen, want die jongen, ik vond het vorig jaar echt niets. Nee, maar toen speelde hij ook niet. Je moet als voetballer volgens mij ook een beetje in het ritme komen dat ze je laten staan, hè? Nou, en hij komt uit het buitenland. Misschien is de aanpassing dan nog ietsjes groter. Maar als hij de bal aannam, dan had ik altijd het idee dat hij 2,20 op de schoen had. Maar ik merkte ook wel aan jou dat je steeds positiever over hem werd. Nou, dat zegt wat. Ja, dat zegt wat, als jij positief wordt. En toen ging ik er zelf ook even naar kijken. Maar je kan hem echt gewoon niet betrappen op een foutje. Want verdedigend ook, echt oerdegelijk, hoor. Maar ik vind wel dat Gijs Smal moet spelen, hoor. Ja. Daar kun je niet omheen. Na wat hij de afgelopen periode heeft laten zien. Hij had het ook lastig bij FC Twente toen hij begon, toch? Zeker, want toen speelde Oosterwolde. Maar die jongen is vorig jaar zo belangrijk geweest. Dubbele cijfers met assist. Dat is geen enkele vleugelverdediger gelukt in Nederland. Ja. Heeft ze een entree gemaakt? Ja, hij heeft een half uurtje meegedaan deze week, wat we al zeiden, in Brussel. Knap resultaat, hè? Tegen de koploper waar we net al benoemden. Ja, dat zegt me niks. Maar hoe ver is hij? Nee, dat zegt me niet zoveel. Nou, hij heeft vorige week heeft hij wel elke dag op het trainingsveld gestaan. Hij heeft niet alles volledig meegetraind. En hij heeft nu tijdens een doelpunt
van waarschijnlijk Sam Steijn. Maar hij heeft een half uurtje meegedaan. Ja, die zal volgende week nog niet spelen tegen Heracles. Nee. Hoe ver ben je dan eigenlijk nu als je even weer minuten maakt? Ah, volgens mij is dit een superfitte jongen. En volgens mij ga je ook weer zo mee in het spel van Twente. Maar meestal hanteren ze wel een bepaalde opbouwfase van 30 minuten, dan een keer 45 of 60. Dus, maar ik verwacht wel dat hij weer binnen 2 weken wel weer in het elftal staat. Ja, en het helpt ook, want tegen Vitesse uit mijn hoofd raakte Regeer geblesseerd en toen ging Sadilek naar die kant. En dat hoef je dus nu niet te doen. Ja, dat kunnen ze dus veel. Maar Sadilek die vult dat moeiteloos in. Als er eentje weg is, ja, dan neemt hij die positie altijd over. Ja, is hij bezig aan zijn laatste fase bij Twente? Kan het zo zijn dat hij in de winterstop vertrekt? Nou, maar dat is dus ook nog een speler die er gewoon vorig jaar helemaal niet bij had. Ik denk niet dat hij in de winterstop weggaat. Dat wil de jongen zelf ook niet. Want er staat ook nog, hou me te goed, ik weet niet of Tsjechië gisteravond al heeft gespeeld. Maar Tsjechië is nog altijd in de race voor het EK. Ik kan me niet voorstellen dat hij weggaat. Lijkt me ook niet een jongen die het in het midden van het seizoen wil afbreken. In ieder geval, zo zie ik het een beetje. Gaat niet in een jaar van een EK dat weg. Dacht ik ook niet. Nee. Nou, laten we hopen van niet. Dan nog even naar het nieuwe trainingscomplex. Regenborg. Ja. Het bedrijf van Weile Dick Wessels. Nou, dit ziet er wel echt mooi uit, hè? Op het oude gewijde Diekman. Daar heb ik zelfs nog getraind, Tijmen. Ah, jammer dat we er niet bij waren. Ja. Als wat? Ja, samen met Boudewijn Paalplaats. Nee, dit ziet er heel mooi uit. En dus de gebouwen die worden gefinancierd door Regenborg. In totaal moet het complex 15 miljoen euro gaan kosten. En ja, het is een beetje het laatste kunstje van Paul van der Kraan. Als algemeen directeur, de scheidend directeur. Want hij hoopt dit nog wel snel af te ronden. En dat betekent dat de jeugd in Hengelo blijft. Want Heracles gaat natuurlijk niet in Enschede nou, dat zie je trainen. Dat zie je wel vaker, toch? Nee, ja, maar dat de jeugd en... Nee, precies, maar dit is heel goed dat ze separaat is. Ze moeten naar een nieuw complex, want bij Van Bommel is dat dus... Ik zeg niet dat het daarop is afgeketst, maar die Ruben van Bommel gaat met die zeikerige Bert van Marwijk en Mark van Bommel naar het trainingscomplex in Hengelo. Dan is daar nog een atletiekvereniging aan het trainen en hij komt vervolgens op het prachtige complex in Weidewormen bij AZ. Ja, dan ziet het er veel beter uit. Ja, dan kies je eerder in dit soort situaties voor AZ. Dus Twente moet ook, als ze naar de top willen, hierin gaan ontwikkelen. Maar de volwassenen en jeugd scheiden, ja. dat snap ik wel. Ja, nou ja, het zal ook gewoon te maken hebben met wat er beschikbaar is. Alleen je ziet tegenwoordig ook wel steeds meer dat het samen wordt gevoegd. En dat de jeugd echt ook kan zien van daar moeten we naartoe. Dus volgens mij is dat juist meer een trend van de laatste jaren, dat het juist wat meer wordt samengevoegd. Net andersom? Oh, ja, ik zou veel eerder de A1 en de A1, zo moet je dan niet zeggen, onder 19 en de belofte daar laten trainen, dan dat je die vrouwen daar laat trainen. Ja, dat ben ik ook met je eens. Van stel, als je nog even iemand nodig hebt, zeker. Kun je hem van een ander veld... Ja, maar Jozef Hozing toch helemaal niet gebaat bij hoe die vrouwen dat doen. Die hebben trouwens 2-2 gespeeld van de week, Champions League. Oké, nou, dat is een aardig resultaat toch? Ja. Ja, die kregen 2 goals cadeau, Bert. Ja, ik heb het niet gezien tijdens deze week. We hebben straks nog wel een heel mooi moment van het vrouwenvoetbal. Ja, die heb ik wel weer gezien. Ja, die komen we weer voorbij op de socials. We gaan naar Go Ahead. Is dat weer de beste presterende ploeg samen met FC Twente in onze provincie? Ja. Ook verwacht? Die hebben gewoon een goede selectie. Ja, maar ook daar. Jongens die weer nieuw komen. Ze passen allemaal zo in het systeem. Maar ik vind ook wel dat Go Ahead een beetje van het stempel af moet van... laat ons eerst maar eens even veilig spelen. Dat heb ik maar aan het begin van het seizoen al geërgerd. Deze groep moet gewoon play-offs halen. Dat moeten ze gewoon uitspreken. Nog één keertje. Deze ploeg moet gewoon play-offs gaan halen. Maar dan moet je wel ook uitwedstrijden wel... Zeker. Ja, dat vind ik nog een beetje grijze muizerig. Iets anders ingaan. Ja, ik begrijp dat je tegen PSV, AZ en Feyenoord hebt gespeeld. Ja, dat klopt. Maar daar ben ik wel benieuwd naar straks. Als je tegen Heerenveen uitkomt te spelen bijvoorbeeld. Al vond ik tegen Feyenoord Go Ahead alweer iets beter in een uitwedstrijd. Ja, klopt. Ja, klopt. Maar ja, PSV en Feyenoord is sowieso voor alle ploegen een maatje te groot. Dus daar kom je gewoon alleen maar aan het verdedigende. Maar straks wat ik zeg van uit Heerenveen, uit Heracles. Ben ik benieuwd of ze ook dominant zou kunnen spelen. Ja, maar deze groep moet je toch bij de eerste 9 eindigen, Jeroen? Kom nou. Nou ja, als je het nu bekijkt...
En je zet ze af tegen een Heerenveen of zo, dan staan zij er beter voor. Ja, ja maar ja, dan denk ik ook nog wel dat Utrecht, maar goed, die staan nu heel beroerd voor. Die zouden er nog bij kunnen komen, Heerenveen inderdaad. Maar dat gaatje is al groot, hè? Ja, zeker. Daarom. Ja. Dus ik vind nu dat je dat zeker mag uitspreken. En er zijn maar weinig clubs die Willem Willemsson in het elftal kunnen brengen. Philip Rommens. Waar geniet jij het meeste van bij Go Ahead? Individuele spelers, heb je het al snel over, nou ja, Willemsson. Maar ik vind het ook, ja, ik vind het ook weer een collectief gebeuren. Het positiespel vind ik ook heel erg leuk om naar te kijken bij Go Ahead. Ja, die aanval die je liet zien inderdaad tegen Fortuna was geweldig. En wat dat de kracht ook van hen is dit jaar, is dat ze niet van de leg raken als er een speler geblesseerd is. Omdat het niveau daarachter ook veel beter is. En met name als ze invallers in het veld kunnen brengen, dan merk je dat ze een soort tweede adem krijgen. En ja, die houden de basis ook scherp. Adekanje houdt het nooit 90 minuten vol. Ja, dat is natuurlijk gênant voor woorden dat die jongen daar niet voor is ingericht. Maar dan breng je wel met een Silasso weer wat kwaliteit in. Maar ook Baten. We hadden nog even een camera bij die oefenwedstrijd tegen Dordrecht. Nou, laat maar komen dan. Ja, maar dan heb je in ieder geval nog wat, wat beeld ook bij die reserves die dan in actie komen. Maar daarin zijn ze echt gegroeid en ze investeren zelfs in wisselspelers. Baat hebben ze een behoorlijk bedrag voor neergelegd, voor die Breum. En ze schakelen meteen door. En ik heb het idee dat in alle facetten die club er veel beter op staat. Zo, lekker vrij daar. Wat een lekkere lange spits. Dat is die Kriwak, dat is die Pol bij Dordrecht. Dat is geen onaardige spits, maar ze stonden dus 2-0 voor. Doelpunten van Baat en Saathof daarna. 2-3 achter. Het was een mix van wat basiskrachten. Want Amova en Nauber speelden wel in de eerste helft. In de tweede helft nog wel Kuipers. Maar uiteindelijk werd het nog 3-3. Goeie goal. Die Dean James, komt hij van Volendam of zo? Ja. Klopt. Uit de jeugd. Hij kent zijn klassiekers wel. Ja, nee, maar ik heb Jong Volendam veel gedaan. Nadat ik James... Je hebt zoveel in je rugzak zitten. Nee, dat komt Icons, hè, tweede divisie. Hè. Dan zie je al die spelers uit de belofte voorbij komen, Tijmen. Ja, maar jij onthoudt ook alles. Er zit zoveel... Nee, soms wel, soms niet. Er zit ook zoveel in dat hoofd van je. Ja. We gaan even naar René Haken. Toch? Nee, dat was mooi. Want we hadden dus afgelopen week al uitvoerig de trainer besproken. En we hadden afgelopen weekend zelf... heel veel aandacht voor de middentree. Ja. En daar was ook onze collega Paul Schabbing druk mee bezig, want die was commentator. En was wat hij overigens fantastisch deed. Zeker. Dus niets dan lof over Paul. Ja. Maar ik zeg, Paul, heb jij nog tijd om naar die oefenwedstrijd van Go Ahead te gaan? Dus die dacht, laat ik me eens even voorbereiden. René Haken is heel hartelijk ontvangen en hem feliciteren met de contractverlenging. Trainer, allereerst gefeliciteerd. Spreek vertrouwen uit, die contractverlenging, toch? Paul, Donders, ja, je hebt gelijk. Dat is alweer een paar dagen terug, maar dank je. Ja. Interlandweek, geen competitie. Oefenwedstrijden tegen Dordrecht. Wat is het belangrijkste doel van dat soort wedstrijden voor jou als trainer? Ja, uiteindelijk wedstrijden winnen. Uiteindelijk wedstrijden winnen is altijd een afspiegeling van de uitvoering van je speelwijze. Maar daarnaast ook jongens die de laatste weken wat minder speelminuten hebben gehad in de hoofdmacht. Dat die ook 90 minuten kunnen spelen, dat hebben ze ook nodig. Maar wel weer, het belangrijkste is in de speelwijze die we willen doen. En ja, dan zie je ook in zo'n wedstrijd tegen Dordrecht die ook leuk en goed voetbal speelt. Dat het een mooie wedstrijd is en dat je heel veel goede dingen ziet. En dat je ook heel veel dingen ziet die we nog kunnen en moeten verbeteren. Maar wat vind je... Ja, ik kan die reactie van Haken kan ik gewoon 10 keer naar kijken. Ja, nee, die is wel leuk ook. Dat vind ik zo goed. Maar als jij als verslaggever hem nog niet hebt gezien... Hij is afgelopen weekend niet bij die wedstrijd geweest. En je staat er met camera en je interviewt hem altijd. Ik had misschien ook wel zo begonnen. Ja. Hey, nog gefeliciteerd met je contractverlenging. Even 2 van die niemedalletjes. Daarom sturen we je ook nooit naar die wedstrijden. Nee, maar dat kun je gewoon weer wegknippen, hè? Dat is wel waar. Ja. Maar ik vond het geniaal. Eerst 2 vragen altijd weggeven, toch? Ja. Vind je het logisch dat ze verder gaan met hem? Ja. Ik vind echt een heel goed teken dat je mensen beloont in je organisatie die het gewoon ontzettend goed doen. Dat hebben ze van het zomer al gedaan met een aantal spelers. Daaraan vind ik dat je echt kan zien dat Go Ahead aan de lange termijn kan denken. En als een club aan de lange termijn kan denken, dan zitten ze echt op de goede weg. René Haken vraagt wel veel van spelers. Ja, mag ook. Ja, maar zou je na 4 jaar niet een keer helemaal... Maar ja, dan is die selectie bij Heracles, ik heb het gezegd, Wormoed, mee kappen, die zijn Wormoed moe. Nou, René Haken, je moet daar wel oog voor hebben ook. Ron Jans ging ook een jaar te lang door. 4 jaar vind ik veel, hoor.
Ik blijf het een risicootje. Nee, ik ben zeer gecharmeerd van Haken. Nee, maar als je de selectie een beetje fris houdt. Ja. Er zullen ook wel weer afspraken in staan, toch, in het contract. Dus jij denkt niet dat hij die 4 jaar volmaakt? Nou, dat ligt helemaal aan hemzelf. Of ja. aan hemzelf en aan zijn elftal en waar de club heen gaat. Maar ik vind ook wel een beloning voor spelers, voor deze trainer. Ga er maar aan staan, hè, naar Kees van Wonderen. Om het eventjes over te nemen. Paul Simonis, die durfde het niet. Die durfde het niet. Nee. En hij maakte er nog iets beters van. Ik vind het heel knap. Ja. Absoluut. Die stapjes die Go Ahead, want jij hebt zelf bij Go Ahead gespeeld. Die hebben geen stapjes, maar die hebben heel wat stappen volgens mij. Ja. Tenminste, als je er van buiten naar kijkt, gemaakt. Ja, niks dan lof. Echt niks dan lof. Als je ziet, als je het elftal bij langs gaat en je ziet... ze hebben nu dan voor het eerst wat jongens echt weggehaald voor geld. Maar als jij ziet waar De Lange voor is gekomen, Del, Amova, Rommens... dat is gewoon ook, dat begint al bij hartstikke goed scoutingswerk. En als je zulke jongens, als dat steeds meer waarde op gaat bouwen... dan gaat de kas straks een keer rinkelen voor die jongens. En dan kan je ook een keer wat uitgeven. Echt heel, heel positief. Wat jij zegt, hè? Gewoon uit de eerste divisie komen die spelers. Hè? Ja. Want alles is raak geweest. Hè? En ik wil nog een speler uitlichten die vorig jaar een grote mislukking was. Silasso was totaal niet met zijn hoofd bij Go Ahead. En dit jaar... Dat is ongekend, hè? Daar hebben ze gewoon een hele nieuwe speler aan. Maar hij was ook al goed bij Utrecht. Hè? Bij Jong Utrecht was het gewoon echt een goede spits. Maakte niet veel doelpunten bij Jong Utrecht, hoor. Vervelende spits. Ja. Ja, ik vind hem goed. Ik vind het echt een leuke gozer. Het is iemand die heel erg bezig is ook met zijn mentale fitheid. En dat doet hij samen met Bas Kuipers. Geloof jij daarin, mentale fitheid? Ja, ik geloof er totaal niet in. Oh. Maar, moet je niet bij Almere City Nee, maar hij heeft daar ook heel veel baat bij. Hij vertelde mij dat. Ik zeg, er zijn ook spieren, die moeten ook fris zijn. Ik geloof erin. Hij zou er met jou uren over kunnen babbelen. Ik geloof er ook in, hoor. Ik ben daar wat koppiger in dan. Ja, maar hij heeft er heel veel baat bij. Hij heeft uitstekende cijfers. Hij heeft nu 4 doelpunten en is een hele belangrijke speler voor Go Ahead. Wat je net zei over die kas. Deze week ook de jaarcijfers van Go Ahead. 9 ton winst over het afgelopen jaar. Ze zijn wel iets gedaald op die financiële ranking. Maar dat heeft met name in de investeringen in het stadion te maken. Maar Jan-Willem van Dop die was zeer tevreden. En dat concert voor snellen? Hebben ze daar veel geld aan verdiend? Dat moeten ze helemaal niet meer doen. Heeft die grasmat heeft dat bijna naar de knoppen. Heel leuk voor snellen. En het zag er prachtig uit. Ja. Maar de Adelaarshorst is een heiligdom. En dan moet je niet met die rapmuziek komen. Gewoon voetballen. Oh. Niet doen. Rapmuziek. Blijven slapen. Kom op, man. Ja, wat voor genre het ook is. Ik ben geen snelle fan. Nee. Aardige jongen, maar ik, die muziek zet ik niet op. We gaan naar Heracles Almelo. Het oefenen gisteren tegen Schalke. Is dat echt de nummer 16 in de tweede Bundesliga? Nou, dat is niet normaal, toch? Nee, ik zat... St. Pauli en HSV staan bovenaan. Ja. En Schalke dus... Ja, die kunnen gewoon naar de derde Bundesliga. Dat gaat dan niet gebeuren. Nog eventjes en... Maar heeft dat echt mee te maken met Gazprom, dat hij gewoon het... Ja, maar die hebben nog wel behoorlijk wat... als je die selectie ook ziet... die wedstrijd gisteren tegen Heracles ook... daar deed Sebastian Polter nog mee. Niet dat het nou een geweldige spits is, maar die heeft wel Bundesliga... van Fortuna, Sittard. Ervaring. Dus wat dat betreft... Oude Jan er ook nog van AZ. Ja. Dus die hebben best nog wel namen, hoor. Ja. En daar staat hij nog wel, oude Jan. Ja. Dit is dat stadion waar... Is dat Guus Meeuwers? Zag je hem daar? Ja, die was er ook. Ja. Maar dit is toch het oude stadion, of niet? Ja, dat, volgens mij lijkt me dit geen stadion. Nee, maar is afgebroken. Dit is die oude tribune nog. Weet je nog waar ze toen het veld op kwamen? Toen Bayern München in de laatste minuut kampioen werd bij HSV. Toen Schalke dacht dat ze kampioen werden. Dit is dat veld. Dus dat is nog steeds zo sompig van al die supporters die daar toen kwamen. Maar Heracles kwam op voorsprong. Maar verloor uiteindelijk wel van de nummer 16 van de tweede Bundesliga. Weemaier scoorde. Dit is de 1-1. Ja, Heracles had, Lasme. Had niet alle basis. Wat is van aardig spitsje, Terodde. Kijk, hoppakee. Dat heb ik ook nog wel eens op het scoutingslijstje gezien thuis. Ja. Bij je vader? Ja. Maar die heeft bij Köln goede spits was dat altijd. Maar dat is een beetje hetzelfde als Polter, toch? Ja, alleen nog wel iets flexibeler. Ja, maakt veel doelpunten. Heb je dat lijstje van je vader nog? Dan kunnen we die een keer bespreken hier in de uitzending. Hij is wel naar een ander niveautje gegaan, hè? Ja?
Ja, nou ja, van Ajax naar Groningen is wel... Ja, dat is wel wat anders. Moet je wel aanpassen, ja. Al, als Groningen nog even zijn best doet, dan... Ja. En over Polter gesproken, die maakt dan nog even een doelpunt 4-1. Jij wil het hebben over de man die komt van Eindhoven. Ja, de nieuweling had ik het over. Die zich echt moeiteloos aanpassen. Maar een paar jaar geleden, wat zei ik, de keersmaker in Ferret, die is nu naar Willem II gegaan, die twee moet je halen. Uitstekend. En ja. Heel dwingend op het middenveld. En ja, je weet, ik ben geen fan van Veen of iets. En Bruns, die heeft ook nog wel eens een keer een rustdag. Maar de keersmaker is absoluut de patroon op het middenveld bij Heracles. Is de belangrijkste man. Begon als buitenspeler bij Eindhoven in Nederland. Ja. Hè? Ik heb wel het idee dat hij... Hij is heel fit hoor. En hij loopt heel veel dicht. Ik heb wel het idee dat hij... het is een vrij potig mannetje. Je mist nog iemand naast hem. Ja, dat mis ik echt bij Heracles. Ja. Ja. Gewoon, maar ook iemand die, waardoor hij, want hij is namelijk aanvallend ook best oké. Okay. Ik zie hem nu nog iets te veel controleren. Omdat hij is het een 8 in jouw ogen, ja. In plaats van een 6. Ja, hij kan wel pendelen naar ook naar de voorhoede toe. Ik mis een... Een Ferret. Ja, iemand, een Joey Pelupessi, zeg maar, in zijn betere tijden. Ik wou zeggen, die komt nou ook niet vooruit bij Groningen, hoor. Is een betere tijd. Ben je heel slecht bij Groningen dit seizoen? Ik kan horen dat je een tijdje buiten gestaan hebt. Pelupessi, heel aardig. Ik hoop dat je straks ook weer niet naar buiten kan. Maar daar is Groningen deels aan kapot gegaan. Deels aan kapot gegaan. Mike de Wierik, aardige gozer, Pelupessi moet het toch benoemen. Die hebben gewoon vorig jaar heel weinig gebracht, Jeroen. Ja, dat klopt. Ja, Mike is niet voor niets ook weggegaan. Maar dat ligt niet alleen maar aan de jongens zelf. Die club die was natuurlijk ook gewoon ziek. Ja. Ja, dat klopt. Maar als jij straks technisch directeur bent van een club, dan hou jij niet Pelupessi nog op. Kieft de Bel zit ook op de bank bij Emmen nu. Toen Groningen hem haalde, vond ik het goede aankoop. Ja. Ja. Ja, maar Kieft de Bel heeft ook pech gehad, zware blessure Zeker. Gehad. Ja. Maar die jongens hebben prachtige tijd gehad. Maar ik ben het wel met Jeroen eens, je moet wel iemand naast. Want we hadden het er laatst ook met Lammers over. Want hij stelt Veen of iets alleen op als de keersmaker ook speelt. Ja. Die het kan belopen. Ja. Ja, die het goed kan maken. En eigenlijk heeft hij dan iemand daarnaast echt nodig die inderdaad de... Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Jeroen, je hebt even naar Heracles, kritisch naar Heracles gekeken. Naar jouw oude ploeg. Wat valt je op? De wedstrijd tegen Go Ahead verliezen ze eigenlijk in 25 minuten. En bij Heracles, die zijn af en toe eventjes de kluts kwijt. En dat was tegen Volendam zo, toen Volendam er een tweede spits in zette in de naam van Zeefuik. Toen waren ze het helemaal kwijt. En nu waren ze het ook 25 minuten kwijt. En dan ben je dat hele duel ben je eigenlijk gewoon, dat loopt weg van je. Ja, dat is gewoon zo zonde. Ze zijn ervaren gasten, hè? En ja, bij standaard situaties. Wat Tijmen zegt, bij Volendam ook, het was een ingooi, het was een corner, dit is een corner, de vorige treffer was een vrije trap. Ja, je moet, ook dit soort wedstrijden, joh, je moet, wat wel vaak wordt gezegd, eerst kwartier moet je doorkomen. Ja, als je meteen al, bijna in dat kwartier al 2-0 achter staat, ja, dan kan je wel bijna inpakken. Maar is dat dan ook een mentaal ding op een gegeven moment? Nou, ik vind dat sommige jongens bij Heracles, wanneer een tegenstander dus de beuk erin gaat gooien. En dat gebeurde hier. En dat gebeurt altijd. En natuurlijk in het eerste kwartier ook bij Go Ahead. Een aantal jongens die geven gewoon niet thuis. Ik vind dat Ouaim er niet thuis geeft. Hansson die verbleekt. Ja, als je daar te veel van hebt. En dat is wat ik een beetje probeerde te zeggen. Je mist iemand naast de keersmaak. Ook die dan... Maar wie stuurt het aan? Want Bakboord gaat het niet aansturen. Ja, dat moet... Jetro Willems ook niet. Dat moet Hoogma dan onder andere doen. Ja, Hoogma en dat doen. Ja, alleen ja... Ik mis dus iemand op het middenveld die daar zegt van... jongens, mouwen opstropen en we moeten deze tijd even doorkomen. Een Bruns in goede tijd ja, is maar die heeft nog wel eens een keer dat kunnen. Vorig jaar bij MVV bijvoorbeeld had hij dat wel. Maar kijk, bij Brouwer en Hoog, maar ook... Kijk, alle moeders die nu zitten te kijken denken... ach, zo'n schoonzoon zou ik willen. Want dat zijn hele aardige gasten, Brouwer en Jesse Hoogma. Die pak je ook niet keihard aan. Dat willen moeders vaak niet, hoor. Nee? Nee, niet de ideale schoonzoon. Nou, ze willen jou ook niet als schoonzoon, denk ik. Nee. Maar jij hebt dat ook. Jij bent wel iemand die het vaak benoemt. Ja, ik had dat ook misschien wel wat meer moeten hebben. Ja, dat iets vuiler moeten zijn. Ja, dat denk ik ook. Waar de vroeger kwamen Kwanza daar staan... Ja, zei hij wat? Zei hij überhaupt wat? Jawel. Je hebt nooit een interview gegeven. Nee. Die wilde op de training en in de kleedkamer wel, hoor. Maar ja. Daar had je het soms ook wel op de training dat je dacht van...
ja, andere spelers die zijn gewoon echt veel beter. Alleen dan in de wedstrijd, waarbij de druk erop kwam te staan. Ja, dan dacht je wel van, fijn dat Kwame erbij is. Kwame Kwanza, nooit een interview gegeven. Ja, in de kleedkamer één keer was bij zijn afscheid ben ik geweest. Dat was leuk. En toen, hij heeft de meeste eredivisiewedstrijden voor een shirt naar zijn geboorteland te krijgen. Ja. Toen heeft hij één keer een interview gegeven. Ja. Ja, die dacht wel aan zichzelf. Ja. Ja. We gaan naar PEC Zwolle. Je verdiende goed, ja? Redelijk. We gaan naar PEC Zwolle. Toch knap onderhandeld bij Jan Smit. Ja, hoe kijken jullie tegen PEC Zwolle aan op dit moment? Want de supporters zijn helemaal niet tevreden. Ja, nee, maar dat heeft met name te maken met Tchaikovsky. Op het voetballende deel. Oh, met voetballen. Maar hij, weet je, ik vind ze daar vrij kritisch naar de promotie van vorig jaar. Maar ze hebben een minder elftal. Veel minder, vind ik. Veel minder. En ze hadden vorig jaar natuurlijk Dick Schreuder, die zelden content was. Maar het was een waanzinnig goed seizoen. En je hebt nu Johnny Jansen, die na een nederlaag, ik weet niet, die man die moet een vaste rubriek krijgen in de Goed Nieuws Show. Ja. Want ik vind, ja, ze noemen hem ook al Bassie Jans. Ja? Maar ja, ik heb misschien wat slaapgebrek dat ik af en toe wat sikke neurig ben. Maar ik word altijd heel moe van mensen die altijd allemaal goede dingen zien en zo. Daar zou ik heel slecht tegen kunnen. Heb jij dat niet? Ik ben wel iemand die zegt van goed is goed, slecht is slecht. Ja. En als iemand dan na een hele matige wedstrijd inderdaad beelden laat zien van goed, denk ik ook soms ook wel eens van zo goed was het niet. Maar ik vind het wel de lastigste ploeg om tot nu toe te omschrijven. Waar ze precies zeg maar voor staan. Willen ze druk zetten? Willen ze inzakken? Hoe willen ze spelen? Spelen ze met buitenspelers? Spelen ze met jongens aan de binnenkant? Twee spitsen, één spits. Het is allemaal nog wel. Maar in de voorbereiding ging het eigenlijk al helemaal mis. Toen dacht ik, wat gaat er dit jaar worden met PEC? Want ze hebben echt aardige spelers wel. Ik moet eerlijk zeggen, Boudestein heb ik al vaker benoemd. Die heeft met Namely een goede aankoop gedaan. Freddy Druijf komt straks nog op. Maar in het begin wilden de spelers toch weer met 5 man verdedigen. Nu zijn ze weer teruggegrepen naar 4. Te meer omdat Van Polen nog geblesseerd is. Ja, die McNulty, dat kan gewoon nog niet aan de linkerkant. Omdat Cibora er nog niet is. En dat zie je gewoon continu terug de laatste weken. Dat het niet een helder patroon. Ja, dat is net Ryan Thomas. Die zijn al zo zwak als die weer aankomt. Die is al met een blessure binnengekomen. En het was elke keer weer spierzus. En Ryan Thomas die had dan ook weer een terugval. Nou, Van Polen die heeft het nu met de knie. Deze week jaar geweest. Deze week jarig geweest. 38, als je kijkt, Bram. Bram, van harte gefeliciteerd. Knap. Ja. Ja, maar voorlopig presteert Bram van Polen ook onvoldoende dit jaar. En heeft ook allemaal met te maken nog met zijn hersenschudding. Al pijnlijk, maar ik herken er ook helemaal niets in. Ik vind het al lastig te omschrijven, ja. Maar zo'n Cibora is natuurlijk wel een ideale speler voor dat vijfmans. Alleen als hij er niet is, dan ga je. Maar die McNulty, die kan niet op de wingback spelen. Nee. Dus dan ga je alweer terug naar 4. Maar die Cibora is niet meer zo goed dan in zijn tijd bij Heracles. Nee, maar dan heb je met Kersten. Lastig, ja. Kersten is weer beter met 4. Ja. En vervolgens verkopen ze Van Hintum. En dan moet Kersten met Lam. Ja. Ze hebben geoefend, hè? Deze tegen week. Heerenveen. Ja, tegen Kees. Ja. Kees zit daar gekooid in Friesland. Ze hebben verloren. Heerenveen had wel iets meer basisspelers. Een super aanvallende Heerenveen. In de wijk, ja. Voor de verandering. Ze kwamen zowaar in de 16 meter. Kees van Wonderen. Ismaël maakte de enige treffer in deze wedstrijd. Wat kun je hier aan ontleden? Het zegt mij inderdaad ook nog niet heel veel PEC Zwolle. Maar wie is dan de belangrijkste aankoop? Namely of Druijf? Nou, Namely, daar was ik al wel dusdanig van gecharmeerd. Die doet het gewoon heel goed. Maar ik wist niet dat Druijf zo kundig was. Hij speelde in Wenen, vooral op het middenveld. Maar ik vind hem wel belangrijk bij PEC. Kijk, hij heeft dan in het begin 2 strafschoppen gemaakt. Maar ik vind hem ook een betere voetballer dan ik dacht. Tuurlijk komt hij van AZ en heeft hij een geweldige opleiding genoten. Maar je zag bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En die komt hierna. Dat is dat ingenieuze balletje van hem. Dat vond ik echt wel knap van Druijf. Die toch ook in het aanvalspel belangrijk is. Dit zie je niet veel spelers. Goeie spits. Prima spits. Ik vind wel dat ze een beetje te veel dezelfde type spitsen hebben. Ja, ik had eigenlijk een beetje gehoopt op nog een hele snelle erbij, bijvoorbeeld. Die ook bijvoorbeeld aan linksbuiten kan spelen. Maar die hebben ze toch? Bobson hebben ze nog gehaald, Serrano hebben ze nog gehaald. Hoe staan wij eigenlijk? Die,
Ja. Ja, die vielen de eerste wedstrijd meteen in. Niet weer gezien. Niet weer gezien. Nee, maar eigenlijk moet je niet met dit soort type met twee spitsen gaan spelen. Ja. Want Namli moet... Wie moet Namli wegsteken? Ja, maar dat wil ik jullie eens vragen. Namli, moet hij niet gewoon achter Druijf spelen? Ja, maar wie gaat er rechts spelen dan? Ja, dat... ja maar Namli speelde daar de eerste helft tegen Raak. Dat was een goede fase. Maar wie moet hij wegsteken? Dat is ook weer de vraag. Ja. Want die moet mee verdedigen. En vervolgens heeft hij McNulty. Want dan heb je vaak ook de opkomende backs. Als een Cibora en Chirino, die dan een keer te laat is geweest. Maar Iliano Reynders is de enige die nog een beetje diepgang heeft. Maar ja, dan staat hij links buiten. Ja, dan staat hij rechtsback. Dat als iemand tekort komen, ja, Reynders. Ja. Tenminste... Het is geen elftal wat complementair is aan elkaar. Nee, en die gaat het nog heel lastig krijgen. Ja. En Bo van Egmond, kan die gewoon... Nou, dat is toch geweldig? Ja, fantastisch. Meisje 16 jaar. Ja, 16 jaar. Heb je die actie gezien? Ik heb hem net voorbij zien komen. Ja. Hop. Hup, tik. Hop. Nou, Veldmaat, dat heb ik jou nu. Zit nu in je carrière? Nee, ik gaf die crosspaas dan, zeg maar. Ja, niet met rechts. Nee, niet met rechts, nee. Nee, dan scheur ik alles af. En ze heeft er al een paar in liggen. Ze kopte van de week Zwolle naar de eerste overwinning. Ze gaat wel de verkeerde kant op. Ze moest... Ja, oké, maar ik vond dit al alleraardigst. Ja. Toch? Ja, nee, ja. Ik doe daar niet naar. Laat ik een keer wat positief zien over het vrouwenvoetbal. Is het weer niet goed? Nee, hartstikke mooi. Nee, ja. Ik had van de week nog wel trouwens. Ik moest nog wel denken aan die supporters. Nou, ik heb nog wat filmpjes gezien. Van die supporters die als ratten in de val zaten. Alsof ze in een soort sluis zaten. Met een verdrukking. Nou, daar stonden gewoon mensen die hadden dezelfde korte lontje als ik vanochtend hier bij die legerleiding hier. Je kunt ook gewoon wachten. Ja, die wilden natuurlijk zo snel mogelijk naar huis. Dus die wilden over dat hek klimmen. Ja. Als er een hele gevaarlijke situatie is. Nou, ik laat maar misschien volgende keer de beelden zien. Want volgende week hebben we een oud international hier. Oh, wie? Topverdediger. Topverdediger. Want we gaan van Jeroen Veldmaat en we willen omhoog. Zo. Jaap Stam. Jeroen moet er regelmatig terugkomen toch? Zeker, ja. Jeroen vindt het hartstikke leuk. Staat al op een Ja, hij werd al foto gemaakt. Ja, ja, ja. Programma Gietje. Nee, maar Veldmaat heeft zich gestekend ontwikkeld. Je hebt goed contact met Tijmen afgedwongen, ja. Nee, maar Jaap Stam komt aanschuiven. Dat is toch... Ja, dat vind ik echt wel een mooie mijlpaal voor de Oosttribune. Ja, ik ook. Nog, ja. 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 Ik zeg even niks, want anders krijg ik het weer tik, 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 tik. Hoezo? Nee, niks aan het handje. Is toch mooi dat Jaap Stam... Dat zou mooi zijn als Jaap Stam vandaag door die douane moest. Ja, ik denk dat die... Dat zou ik wel willen zien. Die loopt zo door, hoor. Ik denk dat Jaap Stam gezegd heeft... Tijmen, ik weet niet wat het is bij jullie. De groeten. Ja, dat zou wat zijn. Kent u Jaap Stam? De groeten. Ja, tot over... de groeten, ja. Ja, maar dat is dus volgende week vrijdag. Want dan gaan we vooruitblikken op het weekend... Wat dan voor de deur staat. Maandag zijn we er niet trouwens, Bert. Je hebt een vrijdag. Ik weet wat de maandag is, want maandag blikken we nog een keer terug op de afscheidswedstrijd van Wout Brama. Ben je net aangekomen? Ik ben de laatste 10 jaar al aangekomen. Maar jij bent over hier. Weet je, die band is voor altijd. Waar je prijzen mee hebt gewonnen, waar je mee hebt gestreden op het veld. Waar je lief en leed mee hebt gedeeld, zeg maar, binnen die muren van de kleedkamer. Dat is bijzonder. Hij is een icoon. Hij is een legende hier geworden. Dat hij zo'n wedstrijd krijgt, dat heeft hij wel verdiend. Maandag dus. Wout, bedankt voor alles bij ons. Ja. Wanneer schuift hij aan, Wout? Nou, hij was nu druk bezig met zijn kinderboek, want het was de week van de inclusiviteit. Dus hij moest in elke bibliotheek opdraven, zag ik. Maar die schuift binnenkort ook wel een keer aan, hoor. Oké. Okay. Ja. Nou, tot over 5 weken dan. Nee. Volgende week ben je er gewoon weer. Daar zorg ik voor. Gezellig. Nee, volgende week zit Jaap Stam hier. Ja, nou, stoelen genoeg. Ja, stoelen. Moet ik weg dan? Ja, dat wordt wel een keer tijd. Jan komt ook weer terug, of niet? Ja, Jan komt zeker terug. Okay. Nee, Jan is altijd de plaats in Herberg. Geen zorgen maken. Nee. Oké. Okay. Maar nee. Ik hoop dat ze je straks afvoeren. Ja, Tijn. Ik ga de kinderen ophalen. Ik hoop dat je weg kan. Je moet je ook legitimeren als je weer naar buiten hebt. Moet je mijn druppeltje hebben, Tijn. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Goed zijn, bedankt, Jeroen. Jij ook, Tijn. Ga je nog voetballen? Wat ga je doen? Nog een kaartje ergens pakken? Waar moet je tegen? SDC. SDC in Denenkamp. Nou, Denenkamp is gewaarschuwd. Thuis. Thuis, nou, dan scheidsrechter, die geeft je geen kaart. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week vrijdag op tv.